Goedemorgen, welkom bij deze zondagmorgen. Het is eerste Pasen. Ik ben nog echt aan het wakker worden. Het is bijna 10 uur. Heel bijzonder. Maar we hebben allemaal super lang geslapen. En ik ben echt nog maar net wakker. Dus we gaan aan een verlaten paasbrunch. Paasontbijt beginnen. Ik ga eens lekker broodjes maken. En aangezien we natuurlijk gisteren niet meer de eieren hebben geverfd, mogen ze dat zo doen. En dan gebruiken we die wel bij de lunch. Later lunch dan waarschijnlijk. En dan gaan we daarna wel de eieren verstoppen in de tuin. Ik heb niet heel erg veel dingen gevonden natuurlijk of gedaan. En ze hebben het prima naar hun zin met Roblox. En straks lekker buiten spelen. Het is natuurlijk prachtig weer. Dus het is een hele mellow Pasen. Normaal gesproken, eigenlijk bijna ieder jaar, gaan we even naar mijn moeder of mijn moeder komt naar ons. En dan doen we een soort van gourmet barbecue. Lekker even het eten maken s'avonds. Inderdaad de paaszoektocht. En heb ik al wat meer eieren voorbereid voor het ontbijt. Maar ja, hè? Ik ben ook een beetje in slaapstand geloof ik de afgelopen paar weken geraakt. Dus ik geloof niet dat het voor die kinderen op dit moment heel veel uitmaakt. Laten we het hopen. Gaan het zien. Mag jij nou niet meehelpen? Pascal is as we speak nu de paaseieren aan het verstoppen. Want het zit boven allemaal nu de Roblox te spelen. Dus ik dacht ik ga tafel dekken en dan roep ik ze aan tafel. En dan zei Pascal, ja, het is misschien handig als eerste paaseitjes te stoppen. Dus dan moet hij dan buiten het gebied doen waar Boris met zijn halsband kan komen. Super grappig. Ik heb nu wel per kind een aparte plastic eieren kleurtjes gedaan. Vorig jaar heb ik gewoon in alles een beetje gedaan en heb ik ze alle, ik geloof dat ik 24 of 30 eieren heb of zo. En dan legde ik die overal neer. Die heb ik gewoon alle kinderen een kleur gegeven. Want vorig jaar ging het niet zo heel succesvol. En dat is natuurlijk vooral omdat onze kinderen erg verschillende leeftijd hebben. Een 10-jarige is de oudste en een 5-jarige is de jongste. En die van 5, die, nou, ten eerste loopt niet zo heel hard. Die rent natuurlijk niet zo heel erg snel als een 10-jarige. Maar het zoeken is natuurlijk ook wat lastiger. En vorig jaar had ik er, nou, ik geloof dat de oudste, die had iets van 20 eieren. Die had zeg maar 70 of 80% van de eieren gevonden. En haar broertje, dus die van nu 8, die had de andere 30% of zo. En
de jongste twee die hadden het allebei twee of zo gevonden. Zoiets was het. Dus ik dacht, dan moeten we dit jaar even anders doen, dat het eerlijker is. Dus ze hebben nu een kleur. En ze hebben er allemaal vijf om te kunnen zoeken. En dan ook nog een kleinigheidje waar dan hun naam op staat. In ieder geval de eerste letter. Dus ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Ik denk niet zo heel lang. Dat is natuurlijk waar jij veel meer eieren moest zoeken. Ik heb ze toch even nog wat gedaan. We gaan eerst lekker lunchen. Met een beetje geluk. Dus dat laat de camera niet zien. Gaan eens kijken. In het laantje. En tot aan de slag. Dit is de schapenkuik. Oké. Okay. Vertel, welke kleur ben jij? Een paard. Kleur ben jij? Blauw. Kleur ben jij? Groen. Nee? Oranje en geel. Oké, okay, 3, 2, 1. Zoeken. Doe gelijk dit op een paars ijsje. Ja. Daar. Gevonden. Ik heb hem ook. Ja. Ik heb hem ook. Het is wel moeilijk om te doen. Goed zo. Ja. Gevonden. Zag je wat paar? Ja, ik heb daar ook nog wat zien liggen hoor. Maar voor wat is dat? Ja, dat waren ook paaseitjes. Die lopen jullie zomaar voorbij. En zie je helemaal geen eitjes meer. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know it is just my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else.